Er zijn nieuwe truien binnen en er is weer zo'n heel mooi oversized model met die lange machetmouwen erin. Ik vind dat zelf altijd heel erg leuk. Zeker zo in de winter met een strakke broek eronder. Het heeft de looks van wol, maar het is het niet. En dat spul, dat blijft heel mooi. Dat wordt niet ruw of wat dan ook. Dat is echt heel fijn materiaal. En in de omschrijving op onze website kun je het even nakijken. De achterkant is wat langer dan de voorkant. En dan zit er hier opzij zo'n splitje. En dan die mouwen zijn geribbeld. En dit is een, ja, ik heb het even wafelbreisel genoemd. Want ik vind het echt net een wafelstructuurtje. Maar het is eigenlijk een soort grove patentsteek. Zie je? In een hele mooie jeansblauwe kleur. 1 maat is het. Ik heb maat 38. Ik vind dat je het al kunt dragen vanaf maat 36. Ja, tot en met 44 gaat makkelijk. Misschien nog wel groter zelfs. 39,95. Dus daar vind ik ook nog eens een heel mooi prijsje. En ze zijn er ook in een beige kleurtje. Ook heel erg mooi. Ik heb hem gecombineerd met de Ita jog jeans met het koord. Als je dat koordje nou lelijk vindt, ja, dan kun je dat gewoon naar binnen doen. Ik heb soms, als ik een dun blouseje of een travel blouseje heb, dan heb je wel eens kans dat dat strikje dan zichtbaar aftekent. Dan doe ik het er altijd naar binnen slaan. Die broeken, die zitten super fijn, want jogjeans is gebreid. De kleur vind ik ook mooi, want stel dat ik dit met een donkere jeans doe, waar natuurlijk ook kan. Maar ik vind dan in de winter altijd leuk dat het toch iets ophaalt. Ik heb hier nou een donkere jeans, zeg maar. Ook mooi, maar dan wordt het wel allemaal heel donker. Daarom kies ik in de winter vaak voor een beige broek of een wat lichtere jeans. Dus deze kleur die hebben we het hele jaar in de collectie. En zo vind ik het dan persoonlijk het mooist. Maar dat mag je allemaal zelf weten. Hè? Ik draag het maar aan. Die broeken gaan van maat 34 tot en met 42. Vallen goed op maat, maar job jeans loopt nog wel uit. Dus ik heb deze thuis ook. Die wordt nog wat wijer. En ik vind dat niet erg, zolang het maar een small model broek een slim fit is, zeg maar. Twijfel je tussen 2 maten, dan moet je bij deze echt de kleinste maat pakken. Ze zijn ook lekker hoog, ze zitten bij mij tot in de taille. Er zitten goede zakken achterop. En ja, ik weet gewoon, we hebben dit model eigenlijk al jaren, dat dit toch wel een favoriete bij iedereen is. 49,95 zijn ze. In het begin zijn die broeken gekreukt, maar na het wassen of dragen of strijken, dan is het gewoon een gladde broek. Dan komen de kreukels ook niet terug. 49,95. Nou, vind je die laarzen nou ook nog mooi? Want ik vind dat zelf een super gave kleur en een fijn model, zeker bij zo'n aangesloten broek. Die zijn 59,95. Je hebt een rits aan de binnenkant. Hij lijkt afgezakt, maar dat is niet. Die kreuk is er ingemaakt. Dat ziet er lekker nonchalant uit. En er is een vegan leather. Dat lijkt op Chiwetta, maar veel makkelijker in onderhoud. Want je kunt ze heel goed schoonhouden. Op de website hebben we daar volgens mij bij staan. Of bij in het filmpje gezegd. Hier ook nog leuk. Die lussen eraan. Hakhoogte is volgens mij 6 of 6,5 centimeter. En ze zijn 59,95. De binnenzool, die kan hier niet uit. Ja, ze zitten als pantoffeltjes. Het loopt echt heel fijn. Ze zijn er eventueel ook in het zwart. Nou, je kunt het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.